Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je zo'n schattige aap kan maken. Die kan zijn mond bewegen, open en toe. Misschien heb je wel zin om zo'n aap te maken, kijk dan even verder voor wat je nodig hebt. Je hebt een schaar nodig, van die bewegende oogjes, een bruine, gele en beige viltstift en een blad papier. Het is een gewoon A4-blad. Eerst vouw je dat blad dubbel, korte zijde op korte zijde. En net iets hoger dan in het midden ga je in de zijde die toe is, waar dus de vouw zit, knippen met je schaar. Je gaat ongeveer tot aan de helft van het blad. En dan vouw je het blad nog zo. Als je de video van de papegaai hebt gezien, dan merk je dat je hier veel minder ver vouwt. Dus de stukjes papier die je ontplooit zijn minder groot dan bij de papegaai. Druk de vouwen ook nog eens goed aan. Open dan het blad papier opnieuw. En die twee flapjes die haal je naar binnen. Ik ga mijn blad nu samenvouwen en de stukjes die ik heb omgeplooid, die moeten dan aan de binnenkant blijven zitten. Aan de buitenkant zie je dan een driehoek, aan de binnenkant heb je de bek van de aap. Dan ga ik nu de oogjes opplakken. Mijn bewegende oogjes zijn zelf klevend, maar als die van jou dat niet zijn, geen probleem, dan plak je ze gewoon op het blad papier met wat alleslijm. Je kan ze ook voor later bewaren, maar ik vind het handig om al te weten waar de oogjes zitten, om te weten hoe ik de rest van het lijfje en van de kop moet tekenen. Dan begin ik met de neus. Ik zet ook een streepje tot aan de mond. En dan begin ik in de mondhoek. Dan teken ik een kromme lijn richting neus. En dan ga je ook nog zo rond de ogen. Aan de buitenkant heb ik natuurlijk nog oortjes nodig. En mijn aap die houdt nog een grote banaan vast, dus ik ga geel gebruiken daarvoor. Ik teken een enorme banaan. En het aapje houdt die banaan vast. Ik teken vier vingertjes, die grijpen dan naar de banaan. En dan heb ik nog voetjes nodig natuurlijk. En dan ga ik nog van de oren naar de hoeken van de mond. Ik vind hem er al heel schattig uitzien. Nog voetzolen. En dan ga ik hem nu inkleuren. Het stuk bij de mond en de voetzolen die worden huidskleurig. Ik ga ook nog twee rondjes tekenen in de oren. Die krijgen ook een huidskleurige kleur, een beige kleur. De rest wordt bruin. En dan duurt het niet lang meer voor mijn aapje helemaal af is. Hier zie je hem zijn mond bewegen. Ik vind hem echt ontzettend schattig geworden. Wat vinden jullie van hem? Laat het weten bij de reacties. En hebben jullie nog tips? Hoe zou deze aap nog beter kunnen worden? Laat ze ook achter daar. Dan hoop ik natuurlijk dat jullie de video leuk vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. En bekijk zeker ook eens de andere filmpjes op het kanaal als je nog meer inspiratie nodig hebt. We hebben ook een papegaai getekend die zijn bek kan openen. Abonneer je en dan tot bij de volgende video.